Voorzitter, als iemand namens de PVV een pleidooi houdt voor vrouwenrechten, dus het heeft over vermeende culturen waarin het niet goed gesteld zou zijn met vrouwenrechten, dan vraag ik toch eerst aan de heer De Graaf om eerst naar de eigen gelederen te kijken, waarin we de heer Graus hebben rondlopen die te boek staat als het notoren vrouwenmapper en de PVV zelf tegen het internationaal verdrag ter voorkoming van vrouwenrechten heeft gestemd, bijvoorbeeld. Dus kijk dan vooral eerst in eigen gelederen. Voorzitter, de fout die de heer De Graaf maakt is dat hij incidenten, problemen generaliseert over hele groepen. Dus voorzitter, het is toch niet zo dat alle moslims in Nederland de gedragingen laten zien die de heer De Graaf omschrijft? Verre van, het is een overgrote meerderheid. 99,9% van deze mensen die gewoon te goede trouw burger zijn. En voorzitter, als er mensen zijn die rechten in dit land niet respecteren, bij welke religie ze dan ook horen, die moeten we aanpakken. Of het nou iemand uit de islam is, of een christen, of iemand zonder geloof, die moeten we aanpakken. Maar niet iemand aanspreken op zijn geloof. En waarom doet de heer De Graaf dat bij mensen die islamitisch gezind zijn consequent wel? En bij andere groepen niet? De heer De Graaf. Er zitten drie elementen in de vraag van de heer Van Baarle, voorzitter. En het eerste element is dat de heer Van Baarle niet meer terugkomt op hetgeen ik zojuist gebezigd heb als antwoord op de eerste vraag. En daarmee ben ik blij dat hij mij dus, door te zwijgen daarover, mij gelijk geeft. Dus dat is punt 1. Hartelijk dank, zeg ik tegen de heer Van Baarle daarvoor. Dan kom ik bij mijn collega Graus. Er is niets. En de heer Van Baarle kan zeggen, staat te boek als. Er is niets, maar dan ook niets waar van het verhaal wat daar in al die kranten gestaan heeft, zolang een rechter niet een uitspraak heeft gedaan in die richting. En sterker nog, ik kan me niet eens herinneren dat er iets voor de rechter is gebracht. Dus om een verhaal uit een krant, en Denk heeft daar patent op om dat te doen, ik heb daar ook een geschiedenis mee, ze verzinnen zelf verhalen, de firma Denk. Dan komen ze, of ze halen een verhaal uit de krant en buigen dat om. En dan proberen ze een ander ermee te besmeuren. Dat is niet de manier van debatteren die ik wil gebruiken. Als Denk dat wil doen en daarmee ook het niveau van de Tweede Kamer omlaag wil halen, dan is dat aan Denk. Ik verdedig mijn collega Graus, zolang hij niet veroordeeld is voor wat dan ook. Sterker nog, er is niks wat ik weet dat fout is. Een verhaal is een verhaal. Maar als er aangifte is gedaan en de rechter zegt, ik kan hier niks mee. Sterker nog, dit is niet eens met de rechter gekomen. En dan het derde punt. Met het punt wat de heer Van Baarle maakt over zijn alle moslims dan fout in hun gedragingen? Nee. Nee, natuurlijk niet. En dat heb ik ook nooit beweerd. Ik heb gezegd, als je een ideologie, nou ja, hoef ik niet allemaal alles weer te benoemen, importeert die doet wat ik gezegd heb en die in de bronnen van die ideologie, Koran, Hadith, Sira en Sharia, waarin je kunt lezen dat vrouwen minder waard zijn, et cetera, dan zal niet iedereen zich daaraan houden. Gelukkig maar. Maar 70% komt uit een onderzoek van de heer Koopmans van de Berlijnse Universiteit, van de Humboldt Universiteit, zegt de sharia gaat boven de grondwet van Nederland of boven de wetten van Nederland. Ja, dan maak ik me wel ernstig zorgen. En dan is dat ook die 70% is wel een bewijs van de stelling die ik namens de PVV ook verdedig. Je moet zo'n ideologie, we zouden het nazisme toch ook niet in Nederland willen? Dan zeggen we toch ook, daar moeten we tegen te hoop lopen. Of zeggen we dan, nou ja, dat is een gematigde natie, die vind ik wel aardig. Tuurlijk, ik heb ook moslims als vrienden en die begrijpen wat ik zeg. En ik heb Marokkanen als vrienden en die begrijpen wat ik zeg. Dus ik weet heel goed waar het vandaan komt. En zij onderschrijven mijn punt. Ze zeggen, De Graaf, je hebt gelijk. En ik hoef geen gelijk, ik heb liever geluk. Maar ik wil niet dat dadelijk, door massa-immigratie en doorgaande massa-immigratie, en als er geen asielstop komt, gaat die door, dat islam dadelijk de overheersende religie en ideologie in Nederland wordt. Want dan hebben we Nederland gearabiseerd, geïslamiseerd. Dat punt heeft dat u net is wat ik wil voorkomen. Dus ik hoop het daarmee echt duidelijk gemaakt te hebben, voorzitter. Nou, u heeft in ieder geval wel de heer Van Baarle op het eerste punt volgens mij aangesproken. Dus ik geef de heer Van Baarle kort nog even de mogelijkheid om daarop te reflecteren. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter, kijk. Als de heer De Graaf namens de PVV de mond vol heeft over vrouwenrechten, iemand in de eigen gelederen heeft waar opgetekend wordt dat hij zijn eigen partner zou verpachten in ruil voor beveiliging, en de PVV dat intern niet eens onderzoekt of dat wel klopt,
dan heeft de heer De Graaf echt totaal geen recht van spreken op vrouwenrechten. En voorzitter, wat de heer De Graaf net deed, en dat is echt ernstig, is de islam één op één stellen met het nazisme. Dat is wat de heer De Graaf net deed. Een ideologie op dit continent die verantwoordelijk is voor het uitmoorden van miljoenen mensen. En daar vergelijkt de heer De Graaf een religie van 1 miljoen mensen in ons land mee. Voorzitter, dat is abject. Dat gaat alle perken te buiten. En de heer De Graaf laat daarmee zien dat hij kwaadwillend is en totaal niet meer serieus te nemen in het debat en niet vreedzaam wil samenleven in dit land. En ik vind dat hij dat moet terugnemen. Zolang hij een geloof van 1 miljoen mensen één op één blijft stellen met het nazisme, dan is hij voor mij geen debatpartner meer. Voorzitter, weer een aantal elementen. Graaf, ik moet dan toch kunnen reageren. Ik ga het in alle rust ook doen, voorzitter. Meneer De Graaf, die mogelijkheid gaat u zeker krijgen. Maar ik zou, we zijn pas begonnen, we zijn zo'n bijna een half uurtje onderweg. Ik ben onafhankelijk voorzitter in deze, maar laten we elkaar een beetje heel houden. Dat is mijn verzoek. Dan geef ik graag het woord aan de heer De Graaf om daar om te reageren op de heer Van Baarle. En ik zou het op prijs stellen als u dat wat korter kunt doen. Ja, er waren wel een aantal elementen, maar ik doe mijn best, ook in alle rust. Meestal is het zo dat als je geen gelijk hebt in de interruptie die je hebt gepleegd, dan ga je blaren en dat is gebeurd, want dan ga je je stem verheffen, dat doet de heer Van Baarle ook. Dus op punt 1 had ik gelijk, op het punt van de heer Graus had ik gelijk. Dus daar ga ik ook verder niet meer op in. Ik heb de heer Graus verdedigd en terecht. Er worden daar aannames gedaan die ook niet kloppen. En op het derde punt, er is een wetenschappelijke analyse gemaakt en dan zou je, waarin je de bronnen van nazisme en islam naast elkaar kunt leggen. En dan blijkt dat er in Koran, Hadith en Sira meer jodenhaat bijvoorbeeld voorkomt dan in Mein Kampf. Dan mag ik dat op één lijn zetten. Ja, dat is wetenschappelijk een feit. En ik weet dat hier in het parlement mensen een hekel hebben aan feiten als ze een beetje krabben aan dat mensen daarvan cognitief gaan dissoneren. Maar ik mag die feiten, voorzitter, wel noemen. En als ik dan geen debatpartner meer ben voor DENK, dan zeg ik halleluja. Meneer De Graaf, wij hebben dit.